Vandaag in Een Huis Vol. Als Johan Jelies de wekelijkse boodschappen doet, dan kiest hij niet bijvoorbeeld voor de gezonde dingen. En dan moet ik aan vroeger denken en dan vind ik het lekker. En dan denk ik, nou gun ik mijn kinderen ook en misschien nog wel een extra zakje of zo. Enige zoon Harry gaat dan ook graag mee met zijn vader. Vindt boodschappen iets voor mannen? Wat mannen een klusje kunnen doen. De vrouwen werken weer thuis. De familie Zeldenrus neemt vandaag weer eens afscheid van vader Joshua. Veel plezier op school. Doe je best doen. Lief zijn. Doei, Perkies. Doei, doei. Doei, papa. Joshua is binnenvaartschipper en gaat voor een paar weken aan boord. En dus staat Jantina er alleen voor. Mijn moeder heeft altijd geroepen, bezin voordat je begint, kom nou niet met een schipper thuis. Maar ja, lustig waar het niet gaan kan, denk ik. De hele familie Kudogam gaat naar de tandarts. En dat is geen pretje, want ze zijn niet gezegend met een sterk gebit. We hebben een grote tandengeschiedenis. Als we ooit geen geld meer hebben om te eten, dan trekken we dit gewoon zo. Deze eruit, is zilver. Linksboven zie ik een beginnend gaatje. Ligt gewoon als een rockstar in de tandartsstoel. Wauw. En bij de Burenbrugs, net over de grens in Duitsland, is er in zekere zin sprake van gezinsuitbreiding. Dat is Tyra. Oh, daar is Tyra. Doe maar een beetje ruiken. Lief, hè? Rob en de kinderen vieren dat door een heerlijke taart te maken voor de pub. Het is lekker eens een kip. Mokken, dit op. Ja, je mag eens proeven. Hoe smaakt het? Nee, de sporen niet. Ja, proef maar. Ja, waar is het veilig? Oh, dat is jammer, hè. Het is vroeg in de ochtend bij de tienkoppige schippersfamilie Zeldenrust in Werkendam. Vader Joshua maakt alvast de broodjes klaar. En moeder Jantina haalt zoon Joël uit bed. Gaat je wakker? Ja. Meestal moet er eentje de kinderen een beetje aanjagen, aankleden. En de andere het broodje en het drinken klaarzetten. Lunchtrommeltjes en fruit moet ook allemaal natuurlijk klaargezet worden. Dus ja, dan is er vaak eentje in de keuken bezig en eentje met de kinderen. Het gezin is nu nog helemaal compleet. Maar vader Joshua is binnenvaartschipper en gaat later deze ochtend weer aan boord en aan het werk. En dan is hij altijd een aantal weken achter elkaar van huis weg. Als papa weg is, ja, dat doet mama ook echt meer. Dan proberen wij ook te helpen. Nou, dat probeer ik. Als ik kan. Ben jij klaar, Johan? Ja. Als papa weg gaat, vind ik het niet echt leuk. Het is zijn werk dus. Waarom kan zijn toch? Het niet. Zelf gemaakt. Jo, wil jij voor mij nog even tafellaf doen? Doei. Jesse, wil jij voor mij even stofzuigen? Dan moet je eigenlijk eerst de tafellaf doen, want dan vallen de kruimeltjes nog en dan pas stofzuigen. Jesse en Joël doen netjes hun taakje. Maar de kinderen zijn altijd een beetje van slag als vader weer vertrekt. En dan wordt er meer geknuffeld. Als ik 's ochtends nog ben, dan pak ik die graag nog eventjes. Dat wil niet iedere ochtend. Ik ga straks onder schooltijd weg. Zowel Jantina als Joshua zelf zijn geboren in een schippersfamilie. En hebben na hun trouwen ook jaren samen op hun schip gewoond. Maar er kwam toch een moment dat ze de moeilijke keuze hebben gemaakt om aan wal te gaan wonen. We doen dit nu vanaf augustus 2015. Dus dat is al een hele tijd, hè? Toen ging Julia naar groep 3 en toen moesten we zeg maar kiezen of dat naar het internaat ging of dat ik met ze aan de wal zou gaan. En daar hebben we heel lang over nagedacht. En uiteindelijk zijn we tot deze conclusie gekomen dat dat toch het beste bij ons past, denk ik. Jasper en Jesse, zorgen jullie even dat al die containers erin zitten over 5 minuten? We moeten zo weg. Ja, het waren allebei geen leuke keuzes, hoor. Ik bedoel, internaat is niet leuk om te doen, zeg maar, want dan mis je je kinderen. En dit is niet leuk, want je mist je man. Ja. Het voordeel is dat ik hem wel 2 weken hier gewoon thuis mag hebben. En dat hij dus heel veel van de kinderen meekrijgt. En de kinderen ook echt heel veel hun vader bij zich hebben. Want er zijn natuurlijk niet zoveel vaders die de hele dag thuis zijn. En dat is dan 2 weken zo. Niet zo, ik ben er meegaan op de boot. Op schip, ja. Want dan kan ik leuke dingen doen. En dan kan ik ook oefenen met schipper zijn. Matroos eerst. Daar ben ik ook al mee bezig gewoon. Ik kon matroos zijn. Of monteur. Ik weet het eigenlijk niet. Het is zaterdagochtend bij de familie Jelies in Tollebeek. En dat betekent tijd voor de wekelijkse grote boodschappen. En zoals met wel meer klusjes in huis, hebben ze daar een heel strakke taakverdeling voor. Even kijken, nou, wat mis ik nou? Pakjes drinken, closet. Even kijken, nou.
Nou, hier, doe gauw laarzen aan. Waar zijn die bruine laarsjes van haar? Deze ook. Ja? Oké, nou, en een jas aan, dan mag zij ook mee. Het is vaak Johan's taak. Nou, je zegt hij verkeerd. 1 keer in de 100 jaar, dan doet Janneke het ook wel gerust. De weekboodschappen voor een gezin van 11 nemen vanzelfsprekend een flinke hap uit het salaris van vader Johan. Het scheelt bij ons wel eens, omdat Johan natuurlijk een wisselende loon heeft. Als Johan zegt, ik kan deze week wat meer boodschappen doen en wat meer geld, dan doet Johan wat, koopt hij wat meer in, wat groter in. Dus wat extra pakken melk, wat extra pakken yogi. En we hebben ook wel eens weken, dan moet je het bijvoorbeeld even met €200 doen. Is ook heel veel geld, maar dan is dat het bedrag. Allebei, pak maar een karretje. Moet Berline hier bij jou, bij Harry, hè? Hallo. Nou, kom. Banaantjes. Banaantjes. Allemaal duizenden banaantjes. Moet er nog druiven? Ja. De kinderen doen graag boodschappen met Johan, want bij papa gaat er net wat meer lekkers in de kar dan bij mama. €1. Even kijken, moet je een broodje papo? Ja! Ja? Superveel. Even de kar erbij dan. Welke we altijd nemen? 8. Zo. Nou. Ik vind boodschappen iets voor mannen, wat mannen een klusje kunnen doen. Om en om bij anderen. De vrouwen werken weer thuis. Ik wou graag 10 schoudercarbonades. Anders nog iets. Heb je kiprolade? Oh, doe ze allebei maar. Dan hebben we precies genoeg voor 1 keer. En wie lust er een vlakje worst? Ik, 3 keer? Ja hoor, dankjewel hoor. Jij geeft ook aan je kleine zusje heen, hè? Mijn vader kan heel goed winkelen. Want, de beste van de hele wereld. Hij heeft... Mijn vader heeft aan pakjes gedacht, aan drinken, aan melk, aan chocola, aan koekjes, aan heel veel dingen. Mijn code. Mijn code is 3 niet aankomen. Papa, nee. In Amsterdam is de familie Kudelgam toe aan de lunch. Moeder Cynthia maakt een Surinaamse soep. En dochters Twiggy en Pixie vinden het leuk om te assisteren. We gaan naar beginnen, meisjes. Maar het moet gewassen worden. Moet ja, het moet even gewassen worden. Moet je, je mag hem breken. Een klein kneusje maken. Zeg maar een kneusje. Nee, want dan doen we het alvast in de soep. Dan gaan we dat koken in het bouillon. Mama, moet het in kleine rondjes? Ja. We maken een zouten soepje. Ja, mijn vader is bijna jarig en... En zijn eerste verjaardag vonden hem en hij maakte eigenlijk altijd dit soepje. Dus we gaan een beetje in de lijf van opa lunchen. Waar lijkt het op, Twik? Op een poppetje eigenlijk. Een poppetje, oh ja. Maar op welke andere groente? Waar lijkt het op? Alleen het is groter. Aubergine. Aubergine? Nou, dat denk ik niet. Oké, ik weet het niet. Twik, een prei misschien? Ja, goed. Een prei? Zou dat daar misschien iets meer op lijken? Ja. Ik ben misschien. Een aubergine. Sinds mijn vader overleden is, dat is nu een paar maanden geleden, koken we wel meer op de manier als hoe hij kookte. Dus dat is wel grappig, want heel veel dingen die ik eigenlijk nooit maakte. Ja. Ja. En ook bami en nasi, dat gewoon is precies zoals hoe hij het maakte. En normaal, heri. Ja, en normaal lukte het helemaal nooit. En nu opeens wel, ja. Cynthia's vader, opa André, is alweer enige tijd niet meer in hun midden. Maar het lijkt alsof ze het gemis steeds meer gaan voelen. Ik merk dat het nu pas eigenlijk binnenkomt. Dus op het moment dat ik denk van... ja, ik kan hem nu niet meer bellen. Of ik kan nu... ja, ik moet wat vragen, maar dat kan niet. Dus het is nu pas echt eigenlijk... een beetje... ja, verdrietig, hè? Wat mis jij dan het meest? Als we bij hem gingen logeren... ging hij altijd, kwam hij altijd terug met een... met allemaal lekkers en zo. Dat hij voor ons gaat koken. Koken, ja. Okay. Ja, dat is oké. Kijk, ik ben echt een luiwammes. Ik laat dit er gewoon aan, hè. Maar opa, die haalde altijd het kopje en het staartje ervan af. Zo noem ik het maar eventjes. Zo, ploep, ploep.
En heb je dus alleen het knapperige stukje over. Zullen we dat ook doen? Maar die kop is juist het zaadje waar de voedingswaarde in zit en waar het lekker in zit. Oké, maar nu doen we het ook. Nee, ik heb ook in Surinaamse recepten staat, maak de taugé schoon, bovenkant, onderkant. Ja, echt waar. Nou ja, ik vind het zonde. Charlie, Jeannot, doen jullie even de tafel dekken? Wat eten? Broodje poep. Ja! Yeah. Yeah. Jeannot, het geldt voor jou ook, hè? Tafel dekken. Ja, Siobhan. In het Duitse Hukkelhoven bij de familie Buddenbrück is het ook lunchtijd. En dan is de volgende vraag meteen. Voor hoeveel mensen moet er precies gedekt worden? Wij hebben 11 kinderen. 2 zijn er niet. Jorianne en Daniek zijn er niet. Dat is 9. Papa en ik zijn 11. En dat was het toch? Kom. Deze blek ligt daar. Hebben jullie messen? Siobhan, ga rustig Miguel en Xavier halen. Want Giovanna en Devon slapen. Ja, eten. Oké. Jawel, kom aan tafel. Ah, ik dacht dat het lijkt. Jullie moeten eten. Moet niks. Niks genoeg. Ik maak mij daar boven. Omdat we geen honger hebben en muziek zitten te luisteren. Ja, ik kom niet. Waarom komt hij niet naar onder, die jongen dan? Ja, ze staan met muziek kwijt. Ja, dan hebben ze pech. Dan moeten ze niet dadelijk komen smeren, want dan is het klaar geweest. Wij hebben eigenlijk liefst dat iedereen aan tafel zit. Lunch en ontbijt, dat doen we altijd in het weekend gewoon als gezin samen. Maar goed, die twee over, ja. Ik denk dat ze aan het puberen zijn of zo. De pubers hebben er inderdaad geen zin in. Terwijl Tayla het juist nu belangrijk vindt om bij elkaar te zijn. Want Rob gaat de komende week, zoals dat heet, in de kost. Hij heeft een klus aangenomen, verder weg in Duitsland. En het is onmogelijk om dagelijks heen en weer te rijden. Ik heb er wel stress van, hoor. Maandagnacht, hè, rij je op. Maandag, dinsdagnacht rij je op. Waarom eigenlijk? Ja, omdat het een project is waar papa heen moet. Centjes verdienen, joh. Gaan jullie papa wel messen dan, of dat niet? Ja, als, we gaan proberen video te bellen, toch? Als kiespijn, hè? Vind ik niet leuk. Maar zullen we met gaan film kijken met z'n allen? Ja, maar dat kunnen we in het weekend doen, toch? Ja, alles in het weekend doen met papa. Het is alleen al vervelend omdat jullie vakantie hebben en dan is papa gelijk de eerste week weg. Dat is niet leuk, want het is best wel moeilijk als er dan één je vader of moeder weg is. Kijk, ik ben normaal eentje die als laatste zou kiezen om in de kost te gaan. Het liefste ben je gewoon hier. En je ligt niet naast haar in bed, je ligt in een bed alleen. Je bent uren van huis af. Hopelijk de verbinding is goed. We hebben zo'n storing hier met de wifi, dus ja. Wij hebben vaak geen goede verbinding hier in Duitsland. Dat wordt ook een knelpunt. Ik kan niet goed kan bereiken, want dan ben ik natuurlijk ook wel een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Als ik geen fatsoenlijk contact kan leggen met mijn thuisfront... Houdt het voor jou ook snel op? Dan houdt het voor mij heel snel op. Want ja, ik kan gewoon niet zonder mijn gezin. In die zin. Dat is gewoon, ja. Ik zie er wel tegenop. Heb je deze al eens gehad? Nee, maar ik wil hem wel proeven. Zo, die verdween zo erin. Ik kan er niks aan doen. Wij zijn met boodschappen totaal niet bezig met gezond. En dan moet ik aan vroeger denken en dan vind ik het lekker. En dan denk ik, nou, gun ik mijn kinderen ook. En misschien nog wel een extra zakje, zo. Bedoel, we werken er hard voor. En nu kunnen we betalen, dan doen we het ook. En als we het niet meer kunnen betalen, dan koop ik dit niet meer op. Maar toch let Johan stiekem soms heus wel op de kleintjes. Wat kosten ze trouwens? Wacht even. €2,59. €2,59, dat vind ik wel behoorlijk, hoor. Zijn er ook goedkopere krakelingen? Hier, kijk eens. Een hele zak vol van veel. Deze zijn net zo lekker. Hey, Harry, die zijn net zo lekker. Johan krijgt inmiddels zelfs lol in het speuren naar koopjes. Weet jij waar de broodjes Bapau liggen? Die liggen helemaal hier zo. Hier ligt er één. Ja, hè? Hier ligt helemaal onderaan. Let op. Wat ga je doen, pa? Let op. Ga je aan? 1, 2, hou vast. Kom achter me aan. Rennen.
meer halen of ze gaan een paar terugbrengen. Oh, ik snap het al. Hier ligt papa broodjes. Ja, hier, papa. Wat gek. Let op. Papa. We hadden er 8. 35 cent per stuk goedkoper. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. We hebben nu even voor dit rennen, dit heen en weer rennen, hebben we €2,80 hebben we nu verdiend. Ja, alleen jammer dat die €2,80 op het gehele bedrag een beetje wegvalt. Dan wordt het €423,30 of zo. Ja. Hoe duur was het dan? €28. Nooit. Nee, nooit. Nooit. Het schoonmaken van de touwgé op opa André's manier is nogal een tijdrovend klusje. Dus inmiddels zijn alle kinderen opgetrommeld. Schiet het dan een beetje op of is het echt... De soep gaat geheel naar opa's recept, behalve de kip. Die is vervangen door tofu, want de Kudegams eten vegetarisch. Kijk, je moet wel even die steel aan de zijkant, ja? Oké, want anders als je langs loopt, zo kan, oh, dan kan dit gebeuren. Maar we gaan... wacht maar, au, au. Je zet al hout, daarom. Touwgé erbij. Helemaal opeten. Wil jij peterselie en uitjes erin, Twik? Eén smaak heeft iedereen? Je moet er lekker veel touwgé in doen. Dat heb je ook niet, lieverd. Je hebt ook geen touwgé. Seffie? Smaak de touwgé. Heerlijk. Is dit kip? Ja. Ik denk dat ze jouw opa even overtroffen. Ik vind dit echt heel lekker. Lekker, hè? Joehoe! Opa heeft niet alleen het soeprecept nagelaten. Omdat zijn huis inmiddels is verkocht, hebben Cynthia en Ivan een mooi bedrag geërfd. Het plan is om daar een leuk vakantiehuisje van te kopen. Er was een goede optie in Frankrijk, maar die is inmiddels weer van de baan. Het is gewoon fijn om een plek te hebben waar we dus met z'n allen naartoe kunnen. Of waar de kinderen alleen naartoe kunnen als ze wat groter zijn. En idealistisch gezien is het natuurlijk zo'n huis, een steenhuis bijvoorbeeld in Frankrijk. Wat we helemaal kunnen opknappen en een moestuintje. Weet opknappen? Ik Een beetje inrichten. Sorry, ik ben niet van het opknappen. Ik hou van de zee. En nu kwam er gisteren een huisje vrij aan zee. Oh ja, oh, dat is mooi. Ja, dit is Juliana dorp, maar dit is het toch zoiets, hè? Toch, Kik? Of niet helemaal? Wow. Ik vind het heel leuk. Lekker buitenhuisje. Hey Jess. Hi. Kijk, bijvoorbeeld als je dat huisje aan het strand hebt... dan kunnen we ook splitsen. Dat we zeggen van, joh, papa moet bijvoorbeeld nog schrijven. Ga lekker daar zitten. Top idee. Hey ho, let's go. Jullie al niet in die modder. De kinderen Zeldenrust zijn klaar voor school. En dat betekent dat er nu serieus afscheid genomen moet worden van vader Joshua. Die voor een langere tijd aan boord van zijn schip gaat. Ga maar even op de stoep staan, want hier is geen plek meer zo. Jeetje, veel plezier op school. Zul je best doen? Lief zijn? Kan jij wel, hè? Jammer, hè? Maar wij gaan ook weer naar het schip in de vakantie. Ja, dit? Ja? Nee. Moet verdrietig zijn, hè? Papa komt ook weer gauw terug. Kijk. Dat is niet leuk. Ach, papa weggaat, hè? Geen zitten er al. Nee, dan kun je weer lachen, hè? Papa komt over 2 weken dan weer weg terug, hè? En dan is hij er weer, hè? Gezellig. En dan blijft hij ook heel lang weer, hè? Nou, fietsen, jongens. Ja. Succes, Sven, op het leerplein. Ja. Ja? Veel plezier op school. Voordat Joshua werkelijk aan boord kan, moet hij als kapitein eerst nog de beekboodschappen doen. En dat steekt nogal nauw, want de vierkoppige internationale crew heeft de nodige opdrachten meegegeven. Kleine Yedinya mag mee om haar vader te helpen. Op mijn lijstje vandaag staat er eerst de grote lijst van onze matrozen. En die komen uit de Filipijnen. Dus dat zijn eventjes altijd nog wel een paar speciale dingen ertussen. Uiteindelijk bent alles, maar... Wat is dat? Gember. De kleintjes gingen altijd met boodschappen doen. Gisteren had ik Jurian en Yedinya. Maar die hebben de hele tijd door de winkel gereisd. Dus het is wel lekker rustig eventjes. Je hebt toch een handvat? Dan hebben we het alweer van de matrozen. En dan nu door met het boodschappenlijstje van de bemanning... die meer van de Hollandse pot is. Voor ons dan gewoon aardappels, geen rijst. Koffie is heel belangrijk. Koek bij de koffie, soep, knakworst. Al wat lekkers om de sfeer erin te houden.
en wat gezonds. Moeder Jantina heeft de kinderen afgeleverd op school en komt nog even een handje helpen. Daar is mijn mama. Babykamer. Dat zijn wel de laatste momentjes voordat we 14 dagen natuurlijk apart staan. Dus meestal even gewoon samen boodschappen, is ook gezellig, joh. Ja, zeker gezellig. En nu heeft Jantina ook nog hulp van vader Joshua. En dat is fijn. Ja, ik heb te weinig plekjes, schat. Sorry. Ja, ik loop wel, joh. Geen probleem. Ik moet lopen van papa. Oh, hel, er is geen plek meer. Boodschappen zitten vol. Jantina staat er zometeen dus weer helemaal alleen voor, met maar liefst 8 kinderen. Ja, ik wist waar ik aan begon. Mijn vader is ook schipper geweest. En mijn moeder heeft altijd geroepen, bezin voordat je begint, kom nou niet met een schipper thuis. Maar ja, bloedkruid waar ik niet gaan kan, denk ik. Dus ik kwam wel met een schipper thuis. Bij de familie Buddenbrook staat er deze middag iets bijzonders te gebeuren. Vader Rob is de komende tijd dus veel weg voor zijn werk. Maar het gezin wordt ook op een bepaalde manier uitgebreid. Onze puppy komt. Tyra. Tyra. Deze. Ik vind het heel leuk als Tyra komt. Ja. Doet hij even mee? Want ik wacht al heel lang totdat ze kwam. Oké. Dus straks bestaat het gezin Buddenbrook niet alleen uit 11 kinderen, maar ook uit 6 katten. Hallo. Hey. En geen 2, maar 3 honden. Mama heeft haar gekregen als cadeau. We wilden gewoon helemaal geen hond meer bij. 2 was eigenlijk de max. Je kan natuurlijk een cadeau ook afwijzen, daar niet van. Maar ja, goed, we hebben de ruimte. Ja. Wat geef je? Poot? Ja. Poot. De nieuwe Deense dog is een cadeau van Rob's broer aan Tyla. En hoewel Rob geen voorstander is van een extra huisdier, is hij de beroerte niet. En wil hij samen met de kinderen een verrassing maken voor puppy Tyra. Wie is er om taart te maken? Ja? Het lijkt op hondenvoer, maar het is gewoon voor mensen. Dat kun je gewoon eten straks. Hè? Lekker. Dat mag niet. Als toetje. Is lekker eens een kip. Kijk. Ja. Ja, je mag eens proeven. Misschien begint hij daar te blaffen. Hier, proef er maar eentje van dan. Hoe smaakt hij? Kom, proef maar. Hier, proef maar. Ja. Niet op de grond gooien. Lekker. Wat honden kunnen eten, kunnen mensen in principe ook eten. Jazeker. In principe, zeg ik. Ik zou zeggen, hier, pak een vork. Wat wij nou gaan doen, is het volgende. Ik moet hem alleen zorgen dat ik hem helemaal mooi heel kijk. Hartse flats. Hoi, ik hoor, beer. Dan hoor je echt niet proeven, jongens, stukje? Ja. Oh, die vinden dat wel lekker. Lekker! Nee, Bart. Die sporen niet. Hier, proef maar. Leg die maar boven erop. Hier. Kijk, die niet hier, doe je die gewoon hier zo. Zoon Xavier heeft blijkbaar toch trek gekregen en is naar beneden gekomen. Hier, doe je die gewoon een beetje zo. Maar de geur van de hondentaart staat hem niet bepaald aan. Krijgen jullie vriendinnetje erbij, hè, heren? Dus binnenkort gaat er wat vanaf bij jullie. Anders hebben we dadelijk een nest. Nee. Kijk, nu ga je extra lopen te klooien omdat ik niet oplet. Nee. Rob, alsjeblieft. Ik denk dat je zo wat klaar bent, want ik vind het echt... Ik vind het echt nu smerig. Voor de hondjes Beer en Aiko is deze taart vanzelfsprekend reuze aantrekkelijk. Dit is dadelijk op weg voordat Tyra hier is, dat weet je toch, hè? Ik heb katten, ik heb honden. Dus ik denk dat het dadelijk al weg is. Ik weet niet wat ik moet voorstellen, maar... Aiko, Beer. Ik denk niet dat hij veilig staat met de katten. Wie dat? Oh, kijk, ik heb nog iets tot leven daar. Kijk, wie kijkt, zie je dat? Die zijn hier kwispen hier, joh. Ja, waar is het veilig? Oh, dat is jammer, hè. Dat is jammer, hè. Helemaal boven in de kast, Willine. Helemaal boven in de kast. Iedereen helpt hier altijd mee. En vooral Willine, dit is mijn trouwste hulp. Hier, naar het aanrecht. Allebei, breng me naar het aanrecht. Dit is mijn beste hulp. Goed zo. In de kast. In de kast. Hey, dankjewel. Goed dat helpen. Ik denk dat het nu voor 4 dagen een boodschap is. Ik hoop voor meer aan het bedrag te zien. Maar ja, dat gaan we zien. Oh, hij heeft veel vlees gehaald. Goed.
Als de boodschappen opgeruimd zijn, moeten ze opschieten met de lunch. Want het is zaterdag en dat is de dag van alle hobbyclubjes. Oudste dochters Jenny en Aida gaan iets nieuws uitproberen. Aida, wat gaan we doen vanmiddag? We gaan naar Emmerloort en dan gaan we naar het... Hoe heet het gebouw ook alweer? Multicultureel. Multicultureel, ja dan. En dan gaan we een liedje zingen en ik krijg een zangles. De zin in? Ja. Ik heb echt nog nooit zangles gehad. Ik heb wel bijvoorbeeld, ik zit vanzelf nu in de band. Krijg je wel van tips van misschien keer naar beneden, keer omhoog, rechtop staan, dat soort dingen. Maar ik heb nog nooit echt professioneel zangles gehad, dus spannend. Jenny wil eigenlijk al heel lang zangles. Maar ja, dat is helaas in een groot gezin nog niet zo vanzelfsprekend. Omdat alles best wel veel geld kost. We hebben 9 kinderen mogen krijgen, dus dan moeten we keuzes maken. En die keuze mogen ze zelf maken. Aida die kan ook goed gymmen. Toen hebben we gezegd, wil je turnen of voetbal? Heeft ze gekozen voor voetbal. En Jenny is van voetbal afgegaan. Dus die zou nu, als zij op zangles wil, dan kan ze op zangles. Ik wil zangles. Ja, op zangles. Je moet eerst je zwemdiploma halen. Nou, die heeft ze zo. En dan is het tijd om te gaan. Janneke brengt de meiden met de bus naar Emmeloord. En dat is 10 minuten rijden van Tollebeek. Op naar de zangles. Hi. Hi, ik ben Timmy. Hallo. Hi, ik ben Timmy. Heb je er zin in? Ja. Is het spannend? Ja. En jij? Heel spannend. Ja. Ik ga lekker weg. Kunnen lekker je gang gaan. Helemaal goed. Heel veel plezier. Hè? Is goed. Wat we zo dadelijk gaan doen, hè, want eigenlijk het zingen, wat zo belangrijk is, is dat we ervoor zorgen dat die ademsteun, dat die onder controle is. Dat we dus een goede weerstand hebben in onze buik en dat we niet heel hoog ademen hier, maar dat we hier alles vanuit de buik halen. Komt-ie. Ja, goed. Goed hoor. Klinkt echt heel raar. Ja, en als je er een nootje bij bedenkt. Ja. Perfect. Perfect. Dus altijd als je gaat zingen, kan je dit even lekker losmaken door gewoon gekke dingetjes te loopen. Ja? Heel goed. In Amsterdam staat er een tandartscontrole op het programma. Dus alle kudogammetjes hebben het druk met poetsen. 1. 2. 3. Oh, wat worden ze mooi. Volgende. Klaar, spuug maar. Ja? Ik zie nou opnieuw gaan poetsen, want die heeft nu een, hoe heet het? Een lange vinger. Ja, maar waarom zeg je dat tegen mij? Ja, dat je weet dat ze altijd goed zeggen. Komen poetsen. Dat niet. Oké, okay, jij mag even je mondje vegen. Volgende. In het gezin Kudogam zijn ze niet bepaald gezegend met een sterk gebit. Juist als de eerste wortel kanaalbal. Ja, als de eerste. Dat wordt ook een kanaalbehandeling. Zijn melkgebit. Ja, dat was echt. We hebben een grote tandengeschiedenis. Behalve Ivan, want die is altijd, ligt 5 minuten in de stoel. Al 45 jaar lang niks aan het handje. Ja, laat je kroon eens zien, Seven. Je bent een piratentand. Kom, hier. Je bent een koning. Kom, koning met kroon. Oh. Als we ooit geen geld meer hebben om te eten, dan trekken we dit gewoon zo. Deze eruit, is zilver. Dan kunnen we zo weer 2 broden kopen. Dus wordt er voorafgaand aan het tandartsbezoek altijd een poeltje gemaakt. Hoeveel gaatjes moeten er nu weer gevuld worden? Als we in totaal 3 of minder hebben, dan gaan we een ijsje doen. Let's go, we hebben nog 3, 4 minuten. Ja. Oh, daar is Toyo! Hey. Doe maar een beetje ruiken. Lief, hè? Bij de familie Burenbrug in Duitsland is het grote moment aangebroken. De gezinsuitbreiding is een feit. De broer en schoonzus van Rob zijn gearriveerd met Deense doch Tyra. Baby Aya? Volgens mij lijkt zeker wel straks bij Tyra in bed. Hè? Nou ja. Ik word gewoon lesbisch, jongen. Er komt een vrouw bij mij in bed. Kijk, dit is het broertje. Kijk hoe groot. Kijk het verschil. Dat is gewoon een beest. Hey. Ik ben blij dat deze wat kleiner... Ja, maar die blijft niet zo klein. Ik hou er rekening mee dat dit mandje... Dat is eigenlijk alleen maar groot genoeg voor zijn hoofdkussen. Hey.
Terwijl de hele familie zich ontfermt over pup Tyra, gaan de broers Rob en Patrick een ander klusje klaren. Tyla heeft haar kappersopleiding weer opgepakt en start binnenkort haar salon aan huis. Maar daar is nog wel wat werk aan de winkel. Rob? Ja? Maar die stoelen, die moet daar wel met de kruk nog langs kunnen, hè? Niet hoog, niet hoog. Gewoon het plafond. Ik moet shampoos en achter allemaal achter hebben staan, hè? Min of moet meer hier een stuk naar voren komen, hè? Oh. Ja, je moet er vrij achter kunnen lopen, hè? Oh, die kun je niet van de zijkant wassen, die mensen. Je kunt ook niet gewoon een emmer pakken waar je je hoofd in moet doen met zo'n plastic rand omheen dat je het op je kop trekt. Doe je even zo, hè? Of niet? We zijn wel handig. Dat wel, maar als ik al hoor waar ze de wasjoenen neer willen zetten, dan moet ik wel eventjes mijn mond op doen. Je zit er niet in, geloof mij nou. Echt niet, volgens mij wel. Nee. Ik hoorde hem net. Nee. Oh. Echt twee broers. Ah, mijn vinger. Oh, sorry. Huh? Gaat het? Nee. In huizen Zeldenrust in Werkendam is het moment van afscheid nu echt aangebroken. Joshua vertrekt naar zijn werk voor de komende tijd, naar zijn eigen schip. Ik moet goed knuffelen, hè? Want ik kan jou vanavond een kusje geven. Maar je mama ook knuffelen. Naar boord. Naar boord? Jij wil mee? Dat wil jij, hè? Mama wil ook al mee. Ik wil ook mee. Dus mama gaat varen. Nou, een kusje. We gaan zo papa uitzwaaien. Mag ik een kus? Ja. Ga jij maar eventjes in de gang wachten. Voorzichtig. Altijd. Heb je even als je er bent? Nou, heb je mensen mee, dat scheelt. Ja, ik heb zo het vermoeden dat ik het wel gaat horen. We gaan even zwaaien. Tot snel, hoop ik. Doei, Perkies. Doei, doei. Afscheidjes. Doei, papa. Het is elke keer voor iedereen weer een lastig moment, dat afscheid. Ook voor Joshua zelf. Wegrijden is altijd even een dingetje, zeker nu dat we zo'n groot gezin hebben. En Jedinia, die merkt het ook steeds beter. Die was eerst te klein om het helemaal te snappen. En die is nou ook van, ja, nee, je mag niet naar boord. Sorry, schatje, het moet toch. Jurian ook, die wil soms niet naar school omdat hij dan bang is dat ik weer wegga. Zo hebben ze allemaal wat. Ze zijn er even van slag. Zelfs de juf die zei op een gegeven moment van, als jij net naar boord bent, dan is Jirsa gewoon de rest van de dag verdrietig. Of dan moet ze even een extra knuffel hebben. Ja, dat hoort erbij. Dat betekent dat Jantina er met 8 kinderen helemaal alleen voor staat. En alleen al de was van zo'n groot gezin is een dagtaak. Ik ben ontzettend blij met 2 machines sinds vorig jaar. En ik denk dat ze... Nou ja, dan ben ik er toch al gauw... toch al gauw 4 op een dag aanzetten. En dat is dus ruim 30 kilo was die er doorheen gaat. Gelukkig heeft Jantina wel een beetje assistentie. Dat zijn ook van mij. Nou ja, laten we zeggen, Jedinia doet in ieder geval erg haar best. Ik heb ook mee. Nee? Nou, ik ben er niet zo goed bij, want dat is dus wel allemaal afgevallen thuis. Ja. Oh, stop. Dit is dus jouw jurk. Die had mama al gevouwen. De familie Kurogam arriveert bij de tandarts. Zoon Kik is alvast vooruit gefietst en is dus al aan de beurt geweest. Ging het goed, Kik? En gaatjes? Voor de jongste, Oos, is het wel een beetje spannend. Hij is voor de eerste keer mee. Maar hij mag gelukkig nog even wennen. Dus ik heb ook al een klein beetje kwast zitten, maar op zich heb je heel goed gepoetst, moet ik zeggen. Het gaat goed. Lobis heeft 0 gaatjes. En dan is het de beurt aan Pixie. Spannend. Bij de achterste kies, linksboven, zie ik in het begin een gaatje. Belangrijk dat hij goed gepoetst wordt. Is het dan toch handiger dat zij toch elektrisch poetst, omdat ze ook die beugel heeft? Ja. Ja. Ja, we beginnen er steeds mee, maar dan uiteindelijk... Met zoveel oliebladers en dan drama. Dus dan gaan we weer handmatig. Maar volgens mij is het voor Pixie wel handiger. Dat denk ik ook, ja. Twiggy staat er graag met haar neus bovenop. En daar maakt de tandarts dankbaar gebruik van. Dat gaan we voelen. En dan heb ik even help nodig met achteruit dan. Oh, wauw. Tandartsassistenten. Ja, het is altijd lente in de ogen van de... Tandartsassistenten, ja. Voor de patiënten van de assistenten.
is er altijd lente. Stijgt de spanning al, Oos? Voor de kleine Oos is het helemaal geen lente. Het duurt allemaal lang, heel lang. Hij is pas na Seven en Twiggy aan de beurt. Ik heb bij jou geen gaatjes kunnen vinden. Heel goed. Tot nu toe dus maar één gaatje en dat is een goede score. Nu duimen voor Oos. Dat is de eerste keer vandaag bij de tandarts. Oké, leuk. En omdat het de primeur is, krijgt Oos een heuse VIP-behandeling. Oh. Ligt gewoon als een rockstar in de tandartsstoel. Wauw. About, 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around the street. Wat je eigenlijk merkt, hè, is dat hoe zachter je iets moet doen, hoe moeilijker dat eigenlijk is. Yeah. Maar straks heb ik het gehad over die ademsteunen en over die buik. Elke keer als je gaat zingen, verdwijnt de lucht. Zorgen dat je je buik in gaat trekken. Dus als je het eerste stukje hebt, wil je die eens voor mij zingen? Come my driver's license last week. Just like we always talked about. Los en vast. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. Ja, helemaal goed. Ondertussen is moeder Janneke met de jongste kinderen naar een speeltuin. Zij mogen zich natuurlijk ook even uitleven. Maar met haar gedachten is ze eigenlijk vooral bij Jenny en Aida. Ik denk dat de meiden het heel leuk hebben bij de zangles. Dat ze echt genieten en ik hoop vooral dat ze heel veel plezier hebben. Dat ze alles durven laten zien, want daar leer je van. Als je gewoon lekker even de mist in gaat, daar leer je van. Ze zagen er wel een beetje tegenop, had ik het idee. Maar ze vond het vooral spannend. We gaan even kijken of we dit extra kunnen activeren. Dus wanneer we ze dadelijk gaan zeggen, dan zeg ik tegen jou, nu gaan we knallen in het refreintje, want die mag natuurlijk wat harder. Het duurt te lang. Gaan we kijken of we deze in kunnen trekken. We staan hier al een tijdje en we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me, het duurt te lang. Goed, hou vast. Wow, het duurt te lang. We staan stil, wat jij wil, wat ik wil, het duurt te lang. Perfect. Hoe voelde die? Ja, beter. Beter, hè? Ja. Je hoorde ook dat je veel harder kon zingen. Ik krijg zo wel weer zin in om te knippen. Ja, dat is eigenlijk al mijn kinderdroom. Om kapsel te worden, dus ja. En nu mag ik dat gaan verwezenlijken. Ik denk, zelf na de zomer wil ik wel dat hij open gaat. Ja, wat vind je daarvan? Ja? In principe kan ik hier gewoon nou gaan beginnen. Als dadelijk alles gedaan is, kan ik gewoon al beginnen. Also, zeg maar, ah. Drie tanden minder. De kinderen Bunnenbrug zijn allemaal verliefd op de nieuwe 3 maanden oude pup Tyra. Wie wil even Tyra vasthouden? Tyra zal langzaam maar zeker moeten wennen aan dit grote gezin. Zodra Rob zijn handen vrij heeft, haalt hij de zo liefdevol gemaakte hondentaart uit de schuilplaats. Daar stikt hij gelijk in die brok of waar? Ja, nee, daarom weet ik niet of die mag die kleine dan al. Dat is wat ik net vroeg. Zal ik anders wat van die grote brokken eraf halen en dan van die paté alleen doen? Kijk, als jij dit aan de 2 kleintjes geeft... Ja. Lijkt me kort gelijk. Hier, Cora! Ik heb hem vast, want anders valt hij. Zij, dat is een vrouwtje. Ja, ze is een prinses. Dat is een prins. Moeten er nog meer dieren bij? Ja, ik vind het echt dierenleuk. Oké, nog een konijn. Ja, konijn. Of nog een hamster. Leuk, want ja, goed, als het aan de kinderen ligt, dan gaan we nog even door met dieren. Maar ik denk voor ons allebei wel, hebben we zoiets van, dit is wel echt wel de laatste gezinsuitbreiding. Kijk, kinderwens. Ik bedoel, we hebben zoveel kinderen en vaak wordt wat gevraagd, willen jullie graag nog 1 kleintje? Of... Bijna nooit kinderen. Maar ik bedoel, wij zijn helemaal. Helemaal content met aantal. En nou gezond en groot krijgen is belangrijker. Volgens mij is het klaar met de uitbreiding, denk ik. Terwijl vader Joshua onderweg is naar zijn schip, waarop hij de komende tijd weer aan het werk moet, doen Jantina en dochter Jedinja thuis in Werkendam hun uiterste best om de enorme stapel was weg te werken. Neem ze maar mee en doe ze maar in de la, want je maakt er nou een potje van. Ja.
Als Jozef aan weg is, dan moet ik toch altijd wel even mijn draai vinden met de kinderen weer. Zijn van je. Ze moeten weer even doorhebben dat ik mijn touwtjes in handen heb. Zijn van mij vroeg. We gaan gewoon even uitproberen straks, dat weet ik eigenlijk zeker. Ze weten dat ik inderdaad anders reageer op dingen. En nou ja, me toch vaak wel wat drukker maak. Die zijn voor mij. Die zijn voor mij. Als moeder zijnde is het gewoon heel druk. Ik denk dat dat een drukker bestaan is dan die wij hebben. In de spitsuren mag ik ook niet bellen, want dan worden die kinderen nog drukker. Als Chantine net aan tafel gaat zitten, 5 uur, dan is er gewoon veel te veel te doen. Als ze uit school komen, dan kunnen ze best eventjes mij bellen en even babbelen en vertellen over de dag. Ook gewoon eventjes om de stemming erin te houden. En dan is het tijd om te vertrekken. Jozua gaat aan het werk. En over een paar weken zien ze elkaar weer terug. Nou? Mag ik op zandles, alsjeblieft? Mag ik op zandles, serieus? Ja. En is zo leuk, hè? Zoveel laat. Echt mooi, hè? Echt zoveel laat. Wauw. Wat een hele laat. Ademhaling. Dat is oké. Dat je buk in moet trekken en dan zodra er een stap komt, uitlaten en intrekken. En zie dan, ben je ook voetballen af en op zangles? Oké. Top, nou laat even horen. Dat vind ik leuk. Mega! Oh, mooi, hè? Ongelooflijk, jullie hebben nou al echt veel laat. Ja. Hé. Hey. Oh. Nou, ben je nou? Niet duidelijk. Wauw, maar je gewoon een zangles, dame. Ja. Hey. Dit is echt wat je wil leuk vinden, hè? Dan gaan we dat doen. Debutant Oos Kudogam vindt het maar spannend allemaal bij de tandarts. Maar hij houdt zich kranig in de stoel. En die gaatjes, is dat toch allemaal oké? De rechterkant ziet er goed uit. Bij de linkerkant zitten inderdaad 2 kleine gaatjes. Linksonder. En dat is niet bij zo'n grote mensenkist? Nee, omdat hij nog melk kiezen. Maar het moet wel gevuld worden op een gegeven moment. Ja. Kunnen we ook gewoon meteen voor een kunstgebit gaan? Meteen voor een kunstgebit, lijkt me een goed idee. Oké, nu is het... Papa's tijd. Papa's tijd. Ah. Ja, ja. Als jij nu een gaatje hebt. Goed, de stand is dus nu 3 gaatjes. Als het hierbij blijft, gaan ze lekker een ijsje halen. Maar hoe zit het bij Ivan? Het ziet er goed uit voor de bord, want je hebt ook geen gaatjes. Heb je niet? Joejoe, geen gaatjes. 45 jaar, geen gaatjes, hè? Die heb je niet vaak in je stoel, hè? Pomodori. En dus gaan ze met de hele familie op zoek naar de beloning. Oh. Nee, ze hebben geen ijs. Waar is mijn... Nee, ze hebben toch schepijs? Nee, hebben ze nog niet. Oh nee, dat meen je niet. Oh. Omdat jij zo goed in de tandartsstoel zat. Geen ijs dus, maar geen probleem. Dan vieren ze het gewoon met wat anders lekkers. Oh, heerlijk zo in het zonnetje, toch? Morgen in een huis vol hebben de Jelies dikke pret. Ze vieren een slaapfeestje met blauwe ijsjes. Maar oh jee, komt dat wel goed. Nee. Op de plavuizen. Zit op je gat. Op je gat zitten. Oh, heen. Ja. Oh, heen. Hier, kijk, zij zit al onder ijs. Wat zei ik hier?